Het is Pasen. Voor christenen het feest van verrijzenis en vernieuwing. Maar hoe vier je dat als je land is verwoest en honderdduizenden mensen zijn omgekomen? Op Haiti moeten de mensen hun leven op orde krijgen. Veel tijd om aan de doden te denken hebben Haitianen niet. Een bordje langs de weg is het enige dat verwijst naar een gigantisch massagraf. Tienduizenden mensen zijn zonder ceremonie in een kuil gekieperd. Arme Haitianen die in deze buurt rondzwerven hebben het zien gebeuren. Een simpel kruis is het enige dat herinnert aan de doden. Onder wie mensen die naar de kerk gingen van dominee Maisonneuve. C'est un lieu mémorable, on met ça pour annoncer à la génération future que ce lieu est un lieu triste. Voor al die doden was geen plek op het historische kerkhof dat ook beschadigd raakte bij de aardbeving. Toch is in sommige oude tombes plaats gemaakt voor nieuwe doden. Nous étions pour mémoire, pour les autres dans là, nous mettions notre universel. Niets heiligs werd gespaard. De zeer gelovige Haitianen hoorden zelfs dat de aartsbisschop stierf onder het puin. Een van de vele missen voor Pasen in de Église de Dieu in een arme wijk van Port-au-Prince. We zijn hier uitgenodigd door dominee Maisonneuve. Loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Er wordt gebeden voor een kleuterjuf die met 23 leerlingen omkwam. Veel mensen hier denken dat de beving een straf was van God. De dominee denkt dat mensen het geloof weer vinden. Ça a renforcé beaucoup de la foi parce que il n'y avait pas tous ces gens là avant le tremblement de terre, il y avait moins. Wat een ravage. Je zou denken dat je door dit soort gebeurtenissen gaat twijfelen aan het geloof. Maar de kerken die nog overeind staan, die zitten dit weekend bomvol. Eén gelovige zei tegen me, als je niets meer hebt, heb je altijd God nog. Erik Mouta aan RTL Nieuws, Port-au-Prince.